Goedemorgen meneer, mag ik u wat vragen? Natuurlijk, wat wilt u vragen? Over het Stad-Harderwijk, of u daar iets over kunt vertellen? Daar kan ik wel wat over vertellen. En komt u zelf ook uit Harderwijk? Oorspronkelijk niet, maar ik woon hier al 60 jaar. En hoe is het om in Harderwijk te wonen? Nou, het is fantastisch, een hele leuke stad eigenlijk. Niet al te groot, maar er is wel veel te doen. Een hele leuke binnenstad. We hebben een prachtige boulevard en een mooi dolfinarium. Met de oorspronkelijke haven die er nog ligt, met de botters erin. We hebben hier bossen. Eigenlijk biedt Harderwijk ontzettend veel. We staan hier bij de Vispoort. Kunt u daar iets over vertellen? Jazeker. Ja, de Vispoort, dat is een prachtig gebouw. Wat al eeuwen hier staat in Harderwijk. Heel mooi gerestaureerd. Het is zo dat de visserij, de botters, het velumier lag hier veel dichterbij dan nu. Die vingen paling, hoofdzakelijk paling zeg maar, en snoekbaars. Werd aangevoerd hier door de Vispoort heen en werd hier op de vismarkt verhandeld. Mijn schoonvader en mijn zwagers die hebben altijd gevist op het Velumeer. Ze kan er wel wat over vertellen. We kunnen zo wel eens even naar de haven toe gaan om te kijken van hoe het er nu bij staat. Dan gaan we eens even kijken nemen bij de haven. We staan nu in de haven van Harderwijk. Voor de botters. En kunt u misschien vertellen of er nog steeds mee gevist wordt met deze boten? Met een van deze botters hebben mijn schoonvader en mijn drie zwagers jarenlang mee gevist. De visserij is een beetje op zijn retour in Harderwijk. Dat is heel jammer moet ik zeggen. Dat is allemaal gekomen door de afsluitdijk die er toen aangelegd is. De vissen konden niet meer doorzwemmen naar het Veluwemeer. Maar er waren toch nog heel veel vissers. Die hun brood moesten verdienen. En op een gegeven moment is er zoveel weggevist dat er is bijna geen vis meer. En ja, nu zijn er nog maar drie overgebleven die toch nog proberen tot hun pensioen hun inkomen daarmee te verdienen. Maar het valt niet mee. Oké, bedankt voor de informatie. Bedankt voor het kijken en tot morgen.